Er zijn twee manieren om de EM6355 camera aan te sluiten aan je netwerk. De eerste is de optie om de adapter bij je camera te plaatsen. De tweede optie is om de adapter bij je modem router te plaatsen. Optie 1. Optie 1 is de stroomadapter bij de camera aansluiten. Je pakt de power over ethernet kabel van de camera. Die sluit je aan op de power over ethernet injector. De andere zijde heb je twee kabels. Eentje daarvan, daar zet je het koppelstukje op. Daarna kun je daar de netwerkkabel aansluiten. En de andere uiteinde sluit je aan op je modem of router. Dan heb je nog je stroomaansluiting. Die kun je hierop aansluiten. En de andere steek je in stopcontact. We gaan nu verder met optie 2. Optie 2 is de power adapter aan de kant van je modem router aansluiten. Dit heeft als voordeel dat als je geen stopcontact in de buurt van je camera hebt, dat je de camera toch van stroom kan voorzien. Pak de kabel van de camera. Hier sluit je het koppelstukje op aan. Vervolgens sluit je daar een netwerkkabel op aan. Deze mag maximaal 50 meter zijn. Het andere uiteinde van de ethernetkabel, daar sluit je de power over ethernet splitter op aan. Netwerk aansluiten van de power over ethernet splitter sluit je aan op je modem router. Vervolgens sluit je daar je power adapter op aan en steek je de power adapter in stopcontact. We gaan de camera toevoegen aan de app, maar voordat we de camera kunnen toevoegen moeten we eerst de app downloaden. Download de gratis Camline Pro app vanuit de App Store of de Play Store. Als je de app hebt gedownload en geïnstalleerd, kunnen we de camera gaan toevoegen. Open de Camline Pro app. Druk op het plusje om de camera toe te voegen. Hier zie je drie verschillende opties waar je uit kan kiezen. Wij kiezen hier voor de scan QR-code, omdat dit de snelste en makkelijkste manier is. Druk je op de camera toevoegen. Dan kies je voor QR-code. Als je een melding krijgt om de camera te gebruiken, druk je op OK. Hou vervolgens je camera ID-kaart voor de camera. Het ID wordt ingevuld. Wachtwoord is standaard ingesteld op IP-cam, maar die gaan we wijzigen naar het wachtwoord wat op de kaart staat. Druk op gereed en druk op toevoegen. De camera is nu toegevoegd. En hier heb je het beeld van de camera. We gaan de camera verbinden met het wifi-netwerk. Maar zorg er eerst voor dat je wifi-antenne is aangesloten, dat de camera bekabeld is aangesloten met je netwerk, dat je de app al gedownload hebt en dat de camera al is toegevoegd aan de app. Nadat je camera hebt toegevoegd, kun je de camera ook instellen op wifi. Druk op het bolletje met de drie stippen. Kies voor het tandwiel voor de instellingen. Ga naar geavanceerde instellingen. Hier zie je het op je optie wifi staan. Druk op wifi. Nu wordt er gezocht naar beschikbare wifi netwerken in de omgeving. Selecteer het netwerk waar je mee wil verbinden. Geef vervolgens het wachtwoord in van het wifi netwerk. En druk op gereed. Druk vervolgens op verbinden. Voordat de camera met de wifi verbonden kan worden, moet nu eerst de netwerkkabel losgekoppeld worden. Wat zit er in de doos van de EM6355? We gaan hem nu openmaken. Een ID-paswoordkaart waar de ID en wachtwoord op staat. Een raamsticker. Een snelle installatiegids. Wat documentatie. De IP-camera, power over ethernet splitter met koppelstukje, netwerkkabel, een wifi-antenne, stroomadapter en installatiemateriaal.
Wil je meer weten over deze camera? Ga dan naar onze website www.eminent-online.com.